Cambuur, de nummer 14 van de ranglijst, ontvangt AGOVV. Dat 3 punten meer verzamelde en zodoende 2 posities hoger staat. Dit is de eerste kans voor de wedstrijd voor de thuisploeg. En de redding is heel nuttig van Lenting. En uiteindelijk gaat hij er in de rebound ook niet in. Mboué met de mogelijkheid. Hij die zo goed op dreef is dit seizoen, maar niet geheel fit begon aan deze wedstrijd. Dan weer Cambuur. Van der Wij wordt gezocht, maar in dit geval wordt hij niet gevonden. Het is povertjes wat beide ploegen laten zien in de openingsfase. John van der Brom kan dus niet tevreden zijn, ondanks dat AGOVV achterin wel goed staat. En dat was de afgelopen weken wel anders, want de defensie van AGOVV, dat is het grote probleem. Hier een aardige mogelijkheid, een mooie aanval die uiteindelijk niet benut wordt. En weer is het Van der Wij die gevaarlijk doorkwam. Cambuur werd eerder deze week uitgeschakeld in het bekertoernooi. Een volle bak hier in Leeuwarden. Het was erg zuur, want de ploeg speelde goed en had meer verdiend. AGOVV wist wel de volgende ronde te halen van de KNVB-beker. En wat de bezoekers betreft was het dus wel een goede week. Dit is Ter Heide, schot van afstand. Maar hij heeft geen geluk. Heel voorzichtig wordt AGOVV dan ook wat gevaarlijker. Het komt wat meer van het eigen doel af. Catalina, dubbele 1-2, haalt de achterlijn. En via Hooiboer is het dan een hoekschop voor AGOVV. Zeker in uitwedstrijden presteert AGOVV niet goed. En daar moet verandering in komen. Nu misschien een kans, maar die wordt van de lijn gehaald, die inzet. En vervolgens levert het vervolg ook niks op. Jurie Koolhof ziet dat Cambuur steeds verder wordt teruggedrongen. Dat zal toch niet de bedoeling zijn geweest. Dit is een balletje dat bijna terechtkomt bij Mertens. Maar op tijd is daar Van der Vlag om het gevaar te bezweren. Slotfase van de eerste helft. Mertens even vastgepakt door Weg. En dat wordt gezien door scheidsrechter Wiedemeijer. En dus komt er een gele kaart en een vrije trap. De aanwijzingen voor de muur van Van der Vlag. En AGOVV met Koen Garretsen. Dat is een specialist en dat laat hij hier zien. Wat een fantastisch doelpunt van Koen Garretsen. Een puntgave treffer en AGOVV vlak voor rust op voorsprong. Zeer pijnlijk natuurlijk voor Cambuur. Dat in eigen stadion de laatste weken zo slecht presteerde. Het verloor de afgelopen 3 wedstrijden op rij voor eigen publiek. Begin tweede helft. Rudy Jansen zoekt iemand voor de 1-2. Dat lukt. En vervolgens een dubbele 1-2. En zo waar de kans voor Jansen. Na een aardige actie met uiteindelijk dus de mogelijkheid voor de verdediger. Het spelpeil wordt er niet beter op na rust. Cambuur wil wel, maar kan niet. En AGOVV wil wel eens een keer de nul houden. En zo af en toe komt het er gevaarlijk uit hier Ter Heide. Schot van afstand. En wat kreeg hij daar? Alle tijd en ruimte om aan te leggen. De slotfase van de wedstrijd dan. En Cambuur heeft zich eigenlijk al gewonnen gegeven. Gaat dus opnieuw verliezen. Mertens, bijna nog 2-0. Maar in dit geval de goede redding van Van der Vlag. Maar wel dus opnieuw een thuisnederlaag voor Cambuur Leeuwarden. En een aardige opsteker dus voor AGOVV en John van der Brom. Want het is de 2e uitzege pas dit seizoen voor AGOVV. 1-0 de winst voor AGOVV in Leeuwarden.